Ja. Wat is het verschil voor jou van een haarstuk en extensions? Er zijn een aantal verschillen. Extensions, die had ik ook deels aan de bovenkant. Alleen ik heb heel dun haar bovenop, dus dat was eigenlijk heel moeilijk te bedekken. Ik was soms echt bezig haartje voor haartje met haarlak te bedekken. En dan soms zag je het er nog alsnog doorheen. Dus dat maakte me altijd wel heel onzeker of niemand dat zou zien. Vooral als het zou regenen, was ik altijd heel bang dat iemand het zou zien. Ik kan deze thuis ook gewoon lekker afdoen en dan kan ik gewoon lekker door mijn haar heen zitten. Ja, en eigenlijk het mooiste verschil vind ik zelf is dat de bovenkant gewoon heel vol is geworden, waar extensions eigenlijk alleen maar de onderkant een beetje vol maken.